is dit nu voor een gewas? Het is geen tarwe, het is geen gerst. Het lijkt wel onkruid. Chris, wat is het eigenlijk? Het is quinoa. Quinoa is een teelt, komt uit Zuid-Amerika. En die hebben wij een keer gezet voor vruchtwisseling. En hoe verloopt de teelt? De teelt verloopt als volgt. We beginnen in variërend van half maart tot half april gaan we zaaien. Dan doen we die zonder onkruidbestrijding. Want er is niks tegen de onkruidbestrijding. En dat is natuurlijk ook heel goed. Dan wordt er sowieso geen chemische middelen toegepast. We doen hem wel twee keer schoffelen dus. En dan verder doen we er helemaal niks aan. En dan groeit hij uit zichzelf. Het is een oude plant, het is 5000 jaar oud, dus die weet wat overleven is. Hij is glutenvrij, dus hij is sowieso niet bespoten. En het is eigenlijk een vervanger van eventueel mais in ons teeltgewas. En er blijft ook wat over voor de grond? Er blijft ook wat over in de grond, er zit een wortelstelsel in. Dus hij is sowieso ook nog goed voor de grond ook nog. En hij vraagt eigenlijk vrij weinig van de grond. Dus ik vind het wel een mooie teelt. Geeft ze ook een goede opbrengst? Dat hangt een beetje af van het weer. Hij kan natuurlijk niet tegen hagel. We hebben er 2 jaar geleden zware hagelschade mee gehad. Toen was alles weg. Dit jaar, ondanks de droogte, hij is wel een paar keer beregend. Hoop ik dat het meevalt. Het is eigenlijk een subtropische plant, dus hij kan tegen de droogte wat. Maar vorig jaar was natuurlijk een betere opbrengst, maar toen was alles beter. Dus. Ze zijn nu aan het combijnen. Hoe weet je nou dat die oogst rijp is? Dan zie je als hij gewoon verdord is en dan pak je een beetje eraf en dan wrijf je er met je handen. En dan zie je de korreltjes hier liggen en dat zijn de zaadjes. Bijna niks? Nee, dat is bijna niks. Nee, dat klopt. En hoeveel komt eraf? Dat varieert. Dat kan tussen de 1,5 ton en 3 ton zijn per hectare. Dus de 1500 kilo en de 3000 kilo per hectare. Chef, je bent 86. Had jij gedacht dat je nog ooit quinoa zou zaaien? Nee, want toen bestond het nog niet hier. Dat weet ik pas 4 jaar. En toen heb ik dat gezaaid. Maar sinds, heb ik al die jaren wat gehad. En dat is eigenlijk alles van waar je van weten. En wat vind je ervan? Daar moet ik eigenlijk niet op antwoorden, of wel. Je begeleidt de teelt van quinoa. Vertel er eens iets meer over. Ja, nou, wij als Dutch Quinoa Groep hebben een aantal jaar geleden, in 2014, het initiatief genomen om quinoa naar Nederland te halen, om zo maar te zeggen. Met name betekent dat we een eerste Nederlandse quinoa-keten zijn gestart. Samen met Nederlandse telers, waaronder hier in de Kempen. Samen met een verwerker die zorg draagt voor de verwerking van die teelt. En uiteindelijk met een eigen team in ons bedrijf die ook zorgt voor een stukje productontwikkeling. En verkoop en marketing van deze grondstof, van dit ingrediënt. Je kunt quinoa zien eigenlijk als een hele voedingsrijke rijstvariant. Die heel erg veelzijdig is in toepassing. Hij heeft een aantal interessante eigenschappen. Het is glutenvrij. Het heeft een hele hoge plantaardige eiwitkwaliteit. Het heeft een hele lage, het verteert langzaam. Een lage glycemische index wordt ook wel eens gezegd. Waardoor de suikers langzaam vrij, de energie langzaam vrijkomt. Vezelrijk. Dus je kunt zeggen, voor sporters is het interessant. Voor mensen die glutenintolerantie hebben is het interessant. Voor mensen die meer plantaardig dieet willen volgen is het interessant. En hoe ziet die verpakking eruit? Hoe... Nou, we hebben zelf ook een merk, Lola Quinoa. Lola is afgeleid van Lowlands, de lage landen waarin we hier zitten. We hebben ook een aantal varianten, zeg maar, een wat grotere verpakking voor food professionals. Deze vind je bijvoorbeeld bij de Sligro, de Bitfood en hopelijk ook in de toekomst bij veel andere horeca-groothandels. Dat eigenlijk... iedere consument, maar ook foodspecialist, ook met een lokale quinoa kan gaan werken. En daarmee kan variëren in het dieet. Nou, ik kan dus morgens misschien beter in plaats van mijn bordje havermout een bordje quinoa pakken. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk dat het altijd goed is om te variëren. En quinoa is een hele goede start van de dag. Dat is haver ook zeker. Maar inderdaad, het is een goede bron van eiwit. Rijk aan vezels, rijk aan mineralen. Dus een hele goede basis voor een goede start van de dag. En zo ziet de quinoa eruit na het drogen en schonen van het geoogste product. Dus de mensen gaan straks erkennen langs mais, hier staat een veld quinoa. Ja, ik verwacht echt dat binnen 10, 20 jaar, en misschien nog wel eerder, want de ontwikkelingen gaan tegenwoordig nou eenmaal wat sneller, dat we niet meer opkijken van een perceel quinoa hier in de Kempen. Of dat mensen inderdaad een verpakking quinoa in het keukenlaadje hebben staan langs een verpakking met rijst. Dus geen hype, maar toekomst. Onze insteek is duidelijk gericht op de lange termijn. Hè, want quinoa heeft inderdaad echt iets toe te voegen op wat er is. Ik wil niet zeggen dat wat er is, dat het verkeerd is. Helemaal niet. Maar het is een heel waardevol natuurlijk ingrediënt.
Wat ook nog eens lokaal te produceren is. Ja, dus wat veel mensen nog niet weten, inderdaad, dat het ook in Nederland van Nederlandse bodem kan komen. Nou, we hebben ondertussen onze lustrumoogst nu, zijn we gaan. Het vijfde oogstjaar nu waarin we zitten. En daarmee voegt het niet alleen eens toe op het dieet hier van onszelf als consument. Maar ook voor onze akkerbouwers hier in Nederland. Hè, waarmee zij ook een extra gewasoptie hebben. Guus, je bent hier de quinoa uit oogsten. Vraagt het nog speciale afstelling van de machine of is het gewoon als andere granen? De afstelling luistert in zoverre nou dat het zaad is kleiner dan de granen. Dus de afstelling luistert wel iets nauwer als bij gewone granen. En verder hoeft er, de uitrusting van de combine is eigenlijk hetzelfde als bij andere granen. Het zaad mag niet bij andere granen komen? Nee, het is natuurlijk wel belangrijk dat de machine van tevoren goed schoongemaakt wordt. Dat er geen vermenging komt met andere graansoorten. En dat restproduct dat er achteruit komt, heeft dat nog waarde? Nou nee, de stro blijft gewoon op het veld en de rest is kaf eigenlijk, wat eruit geblazen wordt eigenlijk. Quinoa, een superfoodgewas. In de trend naar gezond eten heeft het misschien wel de toekomst. We hebben de oogst gezien. Het zag er veelbelovend uit.